Leuk dat je nog steeds luistert. Het zijn de laatste dagen van het jaar. En dus zijn we bezig met een bijzondere sportuitzending. Samen met Robin van Galen. In het vorige uur hebben we uitgebreid gesproken met Leo Beenhakker. Was mooi, hè? Ja, was geweldig. Wat een man, joh. Wat een man. Ja, hè? Prachtig, prachtig. Ja. En dit uur... Nou, belooft ook weer veel moois op te leveren. Want, ja, we zitten naast de corrivee hier zo. Ja. Ja. En nu ook in de voetballerij natuurlijk. Robert Eenhoorn. Ja. Goedemiddag, leuk dat je ook meewerkt. Ja, net als bij Leo Beenhakker. Nog eventjes voor de luisteraars schetsen die dat uur hebben gemist. Trouwens terug te vinden ook op Rijnmond.nl natuurlijk dat uur. Je trapt af met een paar stellingen. Ja. En daarna ga jij vanuit jouw achtergrond als coach lekker de diepte in. Met een andere coach. Ja. En ik ga daar van genieten. En af en toe ook nog proberen iets slims te zeggen. Maar ik laat het vooral aan jullie. Vorige uur was heel leuk. Dus dit zal ongetwijfeld ook heel leuk worden. 5 stellingen, Robert. De eerste is... Honkbal vind ik leuker dan voetbal. Eens of oneens? Eens om te spelen. Oké. Okay. Beleid voeren bij een voetbalclub op moneyball principes met statistieken is mogelijk. Eens. 3. De sportmentaliteit en cultuur in Amerika is onvergelijkbaar met Nederland. Eens. 4. AZ heeft de beste jeugdopleiding van Nederland. Eén van de. Oké. 5. Ooit word ik algemeen directeur van Feyenoord. Nee. Oneens. Oneens. Oké. Er zit voldoende in om eruit te dieven in het uur, denk ik zo. We kunnen wel dadelijk even... Heb je nog een uurtje of 2 over? Of is het maar 3 kwartier? Okay. We gaan uitgebreid de tijd nemen. Maar uiteraard ook draaien tussendoor wat muziek. Om te beginnen in dit uur met Earth, Wind & Fire. Let's groove was dat. Je luistert naar Radio Rijnmond Sport. Een bijzondere middag hebben we waarin Robin van Galen... Olympisch kampioen, hè? Dat gaat denk ik nooit vervelen als ik die titel bij je aankondig. Het is wel grappig dat soms word ik gewoon herkend op straat en dan zeggen mensen van, dan weten ze mijn naam niet meer. Dan zeggen ze wel van, jij was toch die coach die in het water viel? Weet je? Dat is wat bijblijft. En dat beeld is blijven hangen bij iedereen, dus dat is wel grappig. En jij gaat in deze uren in gesprek met andere topcoaches over het vak coach zijn ook. Doen we dit uur met Robert Eenhoorn, tegenwoordig directeur natuurlijk bij AZ. Maar dat coachen zit nog steeds in het bloed, denk ik ergens. Dat gaat er nooit uit. Nee, je hebt natuurlijk. Ik heb het geluk gehad om speler te zijn. Ik ben daarna gaan coachen en nu inderdaad in een bestuursfunctie. Maar als ik naar sport kijk, dan doe je dat toch vaak door de ogen van een coach. Ben je benieuwd hoe beslissingen tot stand komen, hoe spelers zich gedragen. Wat zijn nou de belangrijke zaken om mindere periodes om te keren? Allemaal dat soort zaken waar je dagelijks of in ieder geval jaarlijks mee te maken hebt. Dus ja, helemaal het coachen verdwijnt natuurlijk inderdaad nooit. Nee. Ik ga jullie loslaten als coaches onder elkaar. En genieten ook van een mooi gesprek dat jullie gaan voeren. Je hebt er net een aantal stellingen aan Robert Eenhoorn voorgelegd. Ja. En welke wil je als eerste uitdiepen? Nou, de eerste lijkt me maar het meest handige. Honkbal vind ik leuker dan voetbal. Je zit nu een paar jaar in die voetbalwereld. Honkbal als coach, honkbal in Nederland, honkbal in Amerika. Als coach en als speler natuurlijk met name. Jij zei al gelijk van als speler eens. Hè? Licht eens toe. Nou, ik denk dat het allerleukste wat je kan doen in de sport is het zelf bedrijven. Ja. Dus mijn mooiste periode in de sport ligt wat dat betreft denk ik achter mij. Omdat het spelen van iets waar je een passie voor hebt. En in mijn geval was dat honkbal. Ja. Ook nog een keertje in een omgeving die best bijzonder en geweldig was. Dus als ik aan honkbal denk, dan denk ik niet zozeer aan het honkbal als coach, maar als speler. Ja. En ja, ik bedoel... Wat is dan het eerste wat je te binnen schiet? Is dat Nederland, Neptunus, of waar je in Nederland hebt gespeeld, in Haarlem, of juist in Amerika? Nou, als ik mijn eerste beeld is dan in Amerika. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik daarmee bedoel dat Nederland niet belangrijk is geweest. Want nee. Uiteindelijk ben ik van de honkbalsport gaan houden en ben ik gevormd bij Neptunus als jonge speler. Een vader die in een bestuur zat daar. Ja. Hele weekenden liepen wij op het sportcomplex rond. Dus daar is de basis voor mij gelegd om later al die mooie dingen mee te maken in Amerika op het veld. Maar dat is natuurlijk wel het eerste waar je aan denkt als je aan honkbal denkt. Ja. En in Amerika heb je bij 3 clubs gespeeld. Hè? In New York, Yankees, de Mets en ook in LA, ja. De Angels.
Kan je nou nog verschillen ontdekken tussen die drie clubs? Zijn er drie verschillende culturen? Of überhaupt, Californië is anders dan New York? Hoe zie je dat? Ja, mentaliteit van Californië is anders dan eigenlijk de Westkust ten opzichte van de Oostkust. Oostkust is wat meer te vergelijken met Europa, ligt ook dichter bij Europa. Maar de Yankee-organisatie, daar kon je echt bij merken dat je in een organisatie stapte die veel gewonnen had en ook eiste dat je zou winnen. En iedereen heeft dat wel en iedereen praat er wel over. Maar daar zat het echt wel in het DNA. En dat was wat minder, ook bij de Mets, wat wel ook aan dezelfde kant van en de topclub is en aan dezelfde kant. Maar zeker ook anders als bij Californië. Ik weet nog wel dat er na de wedstrijden ook nog wel op een gegeven moment muziek werd gedraaid. Ja, dat zijn hele kleine dingen. Nou, dat was bij de Yankees echt not done. Nee. Daar zat echt als je verloren had, bedoel je? Ja, er zat een enorm verschil in. Wat je wel niet kon doen na een verloren of gewonnen wedstrijd. Alles wat daar werd gedaan van het laagste niveau tot het topniveau en de mensen die daar zaten, dat echt allemaal met winnen te maken. Ja. Is dat bij AZ heel anders, die winnaarscultuur? Nou, je krijgt natuurlijk delen ook gewoon mee. Als je bij de Yankees binnenstapt de eerste dag en je ziet al die foto's van die teams die gewonnen hebben en de pinstripes en bekende mensen die er van alles van vinden in Amerika. Ja, dan groei je als het ware zelf ook. En dan weet je zelf, ja, één ding, ik moet hier wel zorgen dat ik iets bijdraag aan winnen. Ja. Laten we zeggen, AZ in Nederland krijgt iedere dag te horen dat ze niet kunnen winnen. Ja. Hè? Want er zijn maar drie clubs die dat, dat kunnen en de rest hobbelt daar een beetje mee. Ik heb daar zelf niet zo heel veel last van, omdat ik sta iedere dag op om toch te kijken van hoe is dat ooit een keertje te doorbreken. Maar ook natuurlijk vanuit je opvoeding die je hebt gehad toen ik bij de Yankees naar binnen stapte. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen constant inderdaad beïnvloed worden van het kan niet, het kan niet, het kan niet. En het zal ongetwijfeld ook invloed hebben op mensen. En dat maakt het de mindset, want dat moet je wel hebben met elkaar. Ja, dat is wel een proces. Maar dat is, we hebben het wel eens vaker over gehad, hè? Want ik ben nou betrokken bij Excelsior. Nou, die zullen in principe nooit kampioen van Nederland worden. Jij bent nu betrokken bij AZ. Structureel vierde, dat is een beetje de doelstelling voor de lange termijn. Nou, zijn jullie niet zo heel lang geleden kampioen van Nederland geworden. Met Toon Gerbrands nog en met Louis van Gaal enzovoort. Maar toch zeg je, in Amerika had je 30 ploegen in de Major League. En die wilden allemaal winnen en kampioen worden. Daar kon je niet wegkomen met het feit van de doelstelling is kampioen van het rechte rijtje. Of handhaven of zo, zoals bij Excelsior. Nee, maar dat heeft natuurlijk ook te maken dat het systeem wat men in Amerikaanse sporten heeft, wat meer ook gericht is om competitive balance te realiseren. Hè. Je hebt de draft daar zo, dus het slechtste team van het jaar daarvoor mag als eerste een speler kiezen het jaar erop. Spelers zijn minimaal, ik denk wel 9 jaar of 8 of 9 jaar beschermd voordat ze überhaupt free agent worden en naar een andere club kunnen. Ja, dat is er in het voetbal niet. Het voetbal heeft een systeem met elkaar bedacht dat de rijkste club niet alleen de beste free agents kan kopen, dus uiteindelijk de vrijgekomen spelers, maar ook alle beste jeugdspelers op iedere moment van de dag weg kan kapen. Ja, dan maak je het met elkaar lastiger ook om zeg maar weerstand te creëren tussen de club die je dan nu zelf noemt ten opzichte van een van de twee clubs die op dit moment bovenin staan. Ja, dat maakt het ook iets makkelijker. Maar aan de andere kant, een Amerikaan, dat begint al van kleins af aan. Ik weet nog, toen ik naar college ging, toen vroegen ze aan mij, zit je weer bij de 10 beste van de klas? Zat je bij de 5 beste van de klas? Terwijl wij denken, ik ben overgegaan. Dat is toch het enige wat belangrijk is. Maar zelfs daar begint het al. Was je nou de beste of zat je nou onderaan? Dat is gewoon een hele andere manier van denken. Ja, ook. Employee of demand. Ja. Je kent het allemaal niet verzinnen. Ja. Alles heeft te maken met boven de, zeg maar de middelmaat uitstijgen. Maar terwijl wij juist in Nederland... Ja, maar je komt eraf gehakt als je... Nee, maar wij regelen juist in Nederland heel veel voor middelmaat. Ja. En als je er bovenuit steekt, ja, dan ben je een beetje... Maar hoe gaan we dat, hoe kunnen we dat veranderen? Hoe probeer jij dat te veranderen binnen AZ? Nou, je probeert dat te veranderen door gewoon een bepaalde visie neer te leggen en te laten zien, wat hebben wij nou nodig om toch uiteindelijk te kunnen winnen? Nou, sommige dingen daarvan kan je vandaag al mee starten. En andere dingen, als je het puur over geld hebt, ja, dat heeft waarschijnlijk een langere tijd nodig. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het onmogelijk is. Nee. Ik geloof niet in onmogelijkheden. Nee. Ik geloof wel dat je heel hard moet werken en heel veel energie in zaken moet stoppen om iets voor elkaar te krijgen en dat het niet vanzelf gaat. Maar ik geloof niet in onmogelijkheden.
het competitieve wat in Amerika is, en dat zie je in elke sport, dat probeerden we ook wel in Nederland met de veranderagenda, dat clubs bij elkaar gaan zitten en proberen afspraken te maken. Maar na 2 jaar vergaderen komt daar toch relatief weinig uit. Was dat ook een teleurstelling voor jou als algemeen directeur van AZ? Nee, maar ook daar geldt weer dat je uiteindelijk krijg je altijd wat je erin stopt. En als je een 5/6 meerderheid moet hebben om tot veranderen te komen. Dat is onmogelijk. En je hebt allerlei clubs met verschillende doelstellingen en verschillende statussen. Dan zet je jezelf eigenlijk op om niet te veranderen. Dus het is niet zozeer dat, dat men niet wil veranderen. Alleen men heeft met elkaar een systeem bedacht ooit, een aantal jaren geleden, om vooral niet te veranderen. Maar nou en dat is wel gelukt. Zit je dan niet in een soort loop, in een soort cyclus van om dat systeem te veranderen, heb je dat systeem ook weer nodig om dat te doen? Want hoe doorbreek je dit uiteindelijk? Heb je daar een gedachte over? Ja, want in Amerika, Robert, heb je natuurlijk bij elke sport zo'n commissioner. Ja. Hè? En bij de tafel van Kees werd al gerept van, nou, er moet één hoor, die ervaring in Amerika heeft, die moet dan maar de commissioner worden. Een neutrale man die bepaalt wat goed is voor het voetbal, in dit geval. Nou ja, goed, 2 dingen. Ik weet niet of Eenhoorn de commissioner moet worden. En ik weet ook niet of commissioner het exacte model is wat wij in Nederland zouden moeten. Zou dat een uitkomst zijn, denk je? Uiteindelijk is natuurlijk het meest simpele model is als één persoon kan beslissen wat het beste is voor een organisatie, voor een team of in dit geval de Eredivisie. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met allerlei belangen. Kwaliteit van personen, want dan moet je natuurlijk ook enorm veel vertrouwen hebben dat diegene de juiste keuze is en ook de juiste keuzes zal maken. Ja. Maar uiteindelijk is het heel simpel, die 5/6 die moet naar beneden toe. Ja. Als dat niet gebeurt, kan niks veranderen. Dan gaat het voetbal niet veranderen. Nee. Dank je. We gaan even naar wat muziek, waar we het daarna over gaan hebben, na de muziek. Nou, ik vind het wel leuk om heel even door te beduren nog op Amerika met het Moneyball-principe. Want dat is natuurlijk een film die iedereen kent. Ja. En dat is natuurlijk toch een legendarisch film geworden met een filosofie erachter. Ik ben heel benieuwd, met Billy Bean zijn ze hier natuurlijk wel, hebben ze een slag gemaakt. Wat Robert daarover kan melden en hoe we daarop binnen het voetbal daar gebruik van kunnen maken. Goed, dat dus zometeen. In excess was dat een nieuw sensation. Je bent aan het luisteren naar een bijzondere aflevering, kan ik wel zeggen, van Radio Rijnmond Sport. Zo aan het einde van het jaar, waterpolo-coach Robin van Galen in gesprek met tal van andere coaches. Vorige uur Leo Beenakker gehad, terug te vinden op Rijnmond.nl. We zijn nu in gesprek, in een goed gesprek, met Robert Eenhoorn. Ja, de film Moneyball, die komt heel vaak in gesprek met honkballers, maar zeker met Robert Eenhoorn. Komt die term, op een gegeven moment komt het wel op tafel als je de diepte in gaat. Hij is ook nu weer op tafel gekomen. Wanneer was de eerste keer dat je die film zag? Oeh, dat weet ik niet precies. Was dat toen hij net uitkwam in Amerika? Ik denk dat ik eerst het boek gelezen heb trouwens. Okay. Ja. Okay. Wat sprak je meteen aan in die film of in dat boek? Nou, wat me aansprak is, kijk, ik kwam sowieso uit een sport waar cijfers iedere dag voorbij komen. Slaggemiddeldes, on-base percentage, gestolen honken. Nou goed, iedere dag in de kranten lees je in Amerika, dat noemen ze de boxscorers, hoe een wedstrijd gelopen is. Wat ik interessant vond is dat dus bleek dat wij ongeveer 100 jaar lang al de verkeerde cijfers bijhielden, die niet het verschil maakten tussen winnen en verliezen. Okay. En wat ik bijzonder daaraan vond is dat Billy in dit geval, naast de geëikte sportmensen, die natuurlijk altijd in de sport zitten en ook altijd in de sport zouden blijven zitten en er ook in moeten zitten, dat gekoppeld heeft aan hele slimme mensen op andere gebieden en daarvan gebruik heeft gemaakt. En die mensen die zeiden, ja jongens, jullie houden al iets 100 jaar bij, maar het is niet het verschil, die maken niet het verschil tussen winnen en verliezen. Okay. Nou, de grootste groep heeft gezegd, joh, wat weten jullie nou van om op een veld te staan? Ja. Hoe weet je nou hoe het voelt om onder druk te staan? Publiek, pers, et cetera, et cetera. Ja, en één persoon heeft gedacht, joh, ik heb de 28e begroting van heel Amerika. Ja, als ik nou precies de dingen blijf doen die al die anderen doen, dan weet ik één ding zeker, dan ga ik nooit winnen. Dus wat is het risico om die mensen toe te laten en ze te laten vertellen wat zij dan denken en dat toe te passen? Ja. Nou, dat heeft hij gedaan en dat heeft de cultuur in de honkbalsport uiteindelijk veranderd. Ja. Hey, en je ziet in Amerika is het heel gebruikelijk om in basketbal ook en in ijshockey al die statistieken bij te houden. Jullie hebben volgens mij ook geprobeerd met Billy om hier in AZ in Alkmaar een slag te maken op dat gebied. Wat heeft het opgeleverd? Kan je inderdaad als voetbalclub meer beleid voeren, betere keuzes maken, andere keuzes maken op het gebied van statistieken?
Nou, ik geloof... kijk, voetbal is een lastigere sport dan honkbal. Omdat honkbal natuurlijk altijd vanuit een standaard situatie start, hè, eigenlijk. Dus het is, je zou het kunnen vergelijken met... we nemen elke keer een vrije trap en we kijken wat de uitkomst daarvan is. Of een corner. Ja. In het voetbal lopen natuurlijk mensen door elkaar heen. Er zitten geen vaste patronen in. Hè. Dus dat maakt voetbal veel, veel lastiger. Op zich is het natuurlijk in algemene zin zo... om een beslissing te nemen op basis van objectiviteit en subjectiviteit. Ja. In plaats van alleen maar subjectiviteit. En dat zit natuurlijk in sport, dat zit in honkbal, dat zit in voetbal zeker ook. Hè, de verhalen over iemand is kopsterk, geweldige tackle. Ja. Nou goed, noem alle benamingen maar op, dus moet hij komen. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon in algemene zin verstandiger is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. En op basis daarvan een beslissing te nemen. Hoe hebben jullie zijn zienswijze, want hij is een paar jaar betrokken hier geweest. Is hij überhaupt A, nog betrokken en B, hoe heb je dat geprobeerd te implementeren in de huidige beleidsvoering? Nee, ja, goed, wij weten wel het een en ander. Maar ik denk dat iedere club op zijn manier op zoek is naar informatie. Maar nogmaals, dat wilde natuurlijk niet zeggen. En dat heeft hij natuurlijk daarmee gemaakt. Dat de mening van de mensen die hier rondlopen in één keer niet meer zouden tellen. Nee. Dat is nogmaals, een getal is maar een getal. Ja. Het gaat er uiteindelijk om dat de experts, op welk gebied dan ook, het signaal eruit kunnen halen uit dat getal. Om vervolgens je winst mee te doen. En ja, Billy, ik spreek Billy denk ik iedere week. Maar niet zozeer alleen maar om over getallen te praten. Nee. Want het is gewoon iemand die heel lang al in de sport rondloopt. De manager is, deels eigenaar is, weet ik van maar. Dus er is geen onderwerp wat je met hem aan kan snijden, waarbij hij in één of maximaal twee zinnen tot de kern komt. Ja. Dat vind ik gewoon knap. Dat vind ik op ieder gebied vind ik het knap als je complexe dingen heel simpel kan maken. Ja. En daarom is het gewoon een prettig persoon om mee te klankborden. En dat is niet alleen voor mij, dat geldt voor andere mensen binnen AZ precies hetzelfde. Ik heb hier op het prachtige jeugdcomplex waar we nu zijn in Weidewormen. Net een rondleiding gehad, vlak voor deze uitzending. Ik was onder de indruk van alle vernieuwingen. Als je het vergelijkt met een paar jaar geleden, het jeugdcomplex wat jullie toen hadden bij het stadion van AZ in Alkmaar. Dat is onvergelijkbaar. Zijn jullie koploper op het gebied van jeugdopleidingen? Nou, koploper, ik vind nooit dat je van jezelf moet zeggen dat je koploper bent. Dat bepalen andere mensen wel voor je of in de topsport uiteindelijk de ranglijst. Maar een van de stellingen was, AZ is de beste jeugdopleiding van Nederland. Jij zei toen één van de. Ja, ik denk wel. Samen met Ajax, Feyenoord in die trant? Of? Nou goed, ik weet niet. Ik kan niet daar kijken. Maar nogmaals om te zeggen dat je de beste bent. Ik denk wel. Ik heb, en dan kom ik toch even terug over mijn tijd in Amerika. Ik heb daar bij een club gezeten, die hadden geen begroting. Mm-hmm. Dat geld werd bij wijze van spreken daar gedrukt. Als ik zie hoe hier leiding wordt gegeven en de programma's en de omgeving gecreëerd wordt voor jonge mensen om zichzelf te ontwikkelen, dan is dat zelfs beter dan hoe ik bij de Yankees ben opgegroeid. Maar dat was ook een andere tijd. Andere tijd. Want hoe zou het nu bij de Yankees zijn? Heb je daar een beeld bij? Nou ja, ik ben daar een paar jaar geleden geweest. En toen, weet ik nog wel, toen waren wij hier met het honden al bezig met impliciet leren. En toen hebben ze mij gevraagd om daar een lezing over te geven. Kijk, opleiding kan ook heel simpel zijn. Je kan ook de beste bij elkaar stoppen en ze laten vechten net zolang totdat de beste opstaat. Ja. En dan weet je ongeveer wel dat je inderdaad iemand op hebt staan die niet alleen fysiek en technisch en tactisch misschien, maar ook mentaal aardig in elkaar zit. Dat is natuurlijk het systeem wat men daar heeft. Wij zaten met 150 jonge mensen bij elkaar en uiteindelijk mogen er 25 een keertje naar boven toe. Ja. Maximaal. Ja. Dus dat is een hele andere wereld, veel hardere wereld. Die ook wel weer goed is voor andere componenten die je nodig hebt om topsport te kunnen bedrijven. Maar als ik zie hoe hier de individuele is, de persoonlijke ontwikkelingsplannen, nogmaals de omgeving, hoe hier nagedacht wordt om jonge mensen te beïnvloeden. Nou ja, dan denk ik dat AZ bij een van de betere in Nederland hoort. Maar nogmaals, om te zeggen dat je de beste bent, dat gaat me iets te ver. Nou, oké, maar qua organisatie, want dat is voor de luisteraar denk ik ook wel heel leuk om even mee te krijgen. Aan hoeveel mensen geef jij leiding zeg maar in de organisatie? Ik denk dat wij ongeveer 125 FTE hebben. Nou, als je het hele voetbal er nog een keertje bij optelt met spelers en al, zal je rond de 200 denk ik komen. En op wedstrijddagen komen er denk ik, dus rond de 750 mensen komen daarbij. Maar dat is een enorme verantwoordelijkheid en eigenlijk een enorm bedrijf. Had je ooit bedacht toen je met die honkbalknuppel in Amerika op de heuvel stond, dat je dacht van ik word algemeen directeur van de voetbalclub? Nee.
Nee, maar dat overkomt je ook. Dat is niet iets wat je plant. Aan de andere kant is het heel simpel hoor. Want gelukkig hoef ik dat niet in mijn eentje te doen. Nee. Het succes in iedere organisatie wordt uiteindelijk niet zozeer bepaald door degene die helemaal bovenin zit. Maar met name alles wat eronder zit. Ja. Dus ja, goede mensen met elkaar laten samenwerken. En vooral de ruimte geven om hun expertise volledig in te zetten. Ja. Knap. Ik kreeg hier een rondleiding en zoals ik net al zei, en het staat ook bol van innovaties met virtual reality, 3D-brillen, allerlei andere innovaties. Kan je daar iets over zeggen? Nou, dat heeft ook met de mindset te maken, waarbij het niet zo is dat alles wat nieuw is, maar hier wordt toegepast. Maar we zijn wel heel nieuwsgierig hier zo. Ja. Maar dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Als wij alles hetzelfde blijven doen als iedereen, ja, weten we één ding, dan we nooit boven komen drijven. Ja. He, dus het is, mensen krijgen hier de ruimte en het wordt ook van ze, nou, ik zou haast willen, geëist. Ja. Maar dat geldt niet alleen het voetbaldeel, maar ook voor andere delen in de organisatie. Dat men wel vooraan staat bij ontwikkelingen en niet dat we uiteindelijk weer achteraan moeten staan. Want dan gaat de wet van de grote getallen weer gelden. Ja. En dan ben je vaak te laat. Ja. Je moet zorgen dat je vooraan staat. En dat zijn een van die zaken, dat heeft niet zozeer met geld te maken, maar dat heeft gewoon te maken met een instelling. Ja. Nou, dus daar kunnen we wel proberen de beste in te zijn. Zeker, zeker. Leuk. Een paar jaar geleden was het met Oranje, het Nederlands voetbal, of het vlaggenschip van het voetbal, niet zo geweldig. Een paar jaar niet gekwalificeerd voor grote toernooien. Een beetje een depressie in de teneur in de media. En nou, de laatste maanden, het laatste half jaar onder Ronald Koeman gaat het heel erg goed. Goede resultaten. Opeens is men opeens in de media positief over een aantal talenten die doorbreken enzovoort. Je weet, de voetbalwereld is opportunistisch. Maar zo opportunistisch dat we opeens bedenken van het gaat allemaal wel goed. Terwijl we 2 jaar geleden Duitsland nog wilden kopiëren die nu in een crisis zitten. Wat vind je, hoe kijk je daarnaar? Nou ja, ik denk wat je zegt is inderdaad hetgeen wat er nu aan de hand is. We denken er allemaal hetzelfde over dat het Nederlands voetbal, en als je naar het Nederlands elftal kijkt, dat er een andere energie in zit dan een tijdje geleden. Nou, dat heeft natuurlijk met name te maken met de spelers die uiteindelijk boven komen drijven, want ze zijn nog steeds de belangrijkste. Maar er wordt nu ook wel leiding gegeven door iemand die in ieder geval laat zien dat hij er heel veel vertrouwen in heeft. En dat is ook niet onbelangrijk. Daarnaast hebben we natuurlijk nog niks gewonnen. Nee. Hè? We hebben alleen een ander gevoel weten te creëren. Op basis wel van resultaten die tot nu toe geboekt zijn. Maar ik denk dat scherpte belangrijk is. Want ik zelf genoegzaamheid. Hè, dat is toch iets wat in de sport ook nog wel eens boven komt drijven. En het gaat met name om dat als het heel goed gaat, ben je geneigd om allemaal toch net even een stapje wat minder te zetten. En dat bij elkaar opgeteld kan ervoor zorgen dat je weer een dreun voor je kop krijgt. Ja. Nou, ik weet niet of dat hetgeen is wat nu in Duitsland is gebeurd. Ik geloof nog steeds, en dat heb ik al eerder gezegd, dat de voetbalsport is de meest populaire sport in Nederland. Dus de kans dat een beste atleet in Nederland gaat voetballen is vrij groot. Mm-hmm. Ja, dus dat Nederland weer een keertje boven komt drijven, dat is op zich, vind ik, niet zo heel erg raar. Het lastige is, maar ja, en dat is het knappe, denk ik, van een aantal jaar geleden, dat ze jaren achter elkaar goed gepresteerd hebben. En ja, je weet zelf ook dat het moeilijkste is om voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Die laptoptrainers, hè, die een paar jaar geleden opeens hot waren. Vernieuwende mensen die op een andere manier met data omgaan, met data proberen te implementeren in de voetbalwereld. Hoe werkt dat hier in Alkmaar? Nou ja, goed, dan kom ik eigenlijk weer terug op hetgeen wat ik al eerder heb gezegd. Om goede beslissingen te nemen, en je bent nooit zeker van je zaak. Nee. Ja, is het volgens mij niet zo raar dat hoe meer je weet, hoe groter de kans is dat je een goede beslissing neemt. Nee. Of, ja, je weet maar van één persoon iets die één wedstrijd heeft gezien. Want dat is helemaal de andere kant. En zeg, ja, ik noem maar wat, die moet je kopen. Ja, daar geloof ik persoonlijk niet in. Ik geloof niet dat er mensen zijn die na één keer kijken de toekomst van een speler kunnen bepalen. Nee. Daar heb je veel informatie voor nodig. Maar goed, dat geldt niet alleen in het voetbal of in het honkbal of in het waterpolo. Dat geldt in iedere sport, maar dat geldt ook in het bedrijfsleven zo. Maar zekerheid heb je nooit. Dus als je er tegen bent, kan ik altijd een voorbeeld noemen waarin het niet gelukt is om aan te geven dat werkt niet. Tuurlijk. Maar dat kan ik ook op de andere manier. Ja. Het ligt er maar net aan waar ik op focus. En ik denk dat het voor leidinggevenden belangrijk is dat je, zeker in tijden als het even wat minder gaat, dat je wel de visie en de strategie en dat je daar de focus op houdt. Ja. En niet meegaat in de emotie. Nee.
merk je dat bij AZ nu bijvoorbeeld. De resultaten zijn niet slecht, maar zijn ook niet zo goed als vorig jaar. Merk je dat mensen snel geneigd zijn om in die negatieve spiraal te raken? Nou ja, goed, tuurlijk merk je dat. Ik bedoel, als de resultaten wat minder zijn, dan komt de druk op. Ja. Dat is logisch, want er zijn mensen die de club een warm hart toedragen, die een kaartje kopen. Die zijn teleurgesteld als ze naar huis gaan en verloren is, in plaats van dat ze blij zijn. Mm-hmm. En diezelfde emotie is natuurlijk juist het mooie van sport. Ja. Hè, want dat zorgt er ook voor dat er enorm veel beleving zit rondom het voetbal. Tuurlijk wordt er wat anders over je geschreven. Tuurlijk sta je op een maandagochtend als je verloren hebt, sta je net even iets anders op. Ja. Alleen ook in deze fase is het heel belangrijk om wel naar echt de inhoud te kijken. En te zeggen, wat is er nou echt aan de hand op dit moment? En dan zeg ik, ja, dan kan het niet anders dan dat de resultaten dadelijk weer beter worden. Mm-hmm. Want ik kan op Ajax na geen wedstrijd bedenken waar wij minder waren dan de tegenstander. Nee. Het zou pas verontrustend zijn als we elke wedstrijd met de rug tegen de muur staan en tegen moeten houden. Nou, dat is hier niet het geval. Dus denk ik dat het belangrijk is om juist op die momenten de rust te bewaren. Je te focussen op zaken die natuurlijk wel beter kunnen en beter moeten. Hè? Maar je moet jezelf niet in een crisis praten als daar geen geval van, als dat niet het geval is. Ja. Dank je. Een van de solo-nummers van Freddie Mercury, Living on My Own, was dat geen nummer van Queen. Queen fan? Ja, Queen. Ik ben pas naar de film geweest van Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Een geweldige film die een prachtig inkijkje geeft in de film, in het leven van Freddie Mercury. Helaas veel te vroeg overleden. We zijn nu bezig met een inkijkje te geven in het hoofd van enkele toptrainers die we in Nederland hebben. Het vorige uur met Leo Beenhakker. Straks na drieën gaan we ook nog in gesprek met Henk Vreese natuurlijk. De trainer van Sparta. Na vieren moet ik trouwens zeggen daarbij. En nu zijn we in gesprek met Robert Eenhoorn. Je hebt heel veel stellingen aan hem al voorgelegd van de vijf. Ja. Eentje is nog blijven liggen. Die ging over Feyenoord. Ja, je ontkomt er niet aan, Robert. Dat heel veel Feyenoord supporters die nu ook luisteren, die zien natuurlijk heel graag jou als boegbeeld, als Rotterdam. Maar een keer ooit werkzaam worden voor Feyenoord. Jij zei oneens, kan een politiek antwoord zijn, dat weet ik niet. Maar hoe voel je dat en hoe zie je dat? En die discussie toen Jan de Jong nog niet aangesteld wordt, hoe heb je die toen ervaren? Nou ja, goed, ervaren. Ja. En niet meer dan dat. Kijk, waarom nee? Ten eerste zitten daar mensen die hun werk doen. Ten tweede zit ik bij een andere club. Ik vind zelf dat ik nog niet bijzonder gepresteerd heb. Nou, ik zit zelf wel in elkaar dat je eerst je werk goed moet afmaken. Voordat je überhaupt aan iets anders denkt. Dat is bij mij totaal nog niet aan de orde. Dus vandaar dat ik daar ook gewoon nee op heb gezegd. Maar ook nogmaals, omdat bij Feyenoord mensen zitten die gewoon hun werk daar doen. Dagelijks bezig zijn om te zorgen dat die club weer boven komt drijven. En ik bij een andere club zit. Nou ja, dat met elkaar opgeteld is de reden waarom ik heb gezegd dat niet aan de orde is. En in de toekomst kan je nooit kijken. Het is voor mij in ieder geval niet een doelstelling om dat ooit te bereiken. Nee. Was men ook bij jou terechtgekomen een paar jaar geleden? Toen dat hele gedoe speelde rondom dat Gudde wegging en dat er een nieuwe aangesteld moest worden. Heeft men jou achter de coulissen gepolst of niet? Nou, nee, maar ik denk sowieso dat... Of zou het raar zijn dat ze dat doen? Nee, maar ik denk sowieso dat het niet zo heel veel zin heeft om daar diep op in te gaan. De situatie is dat ik bij AZ zit, het enorm naar mijn zin heb hier met een geweldige organisatie, geweldige mensen. En we hebben een doel voor ogen en daar werken we hard voor. En nogmaals, er zit een andere club. En ik begrijp het wel, want ik ben natuurlijk geboren in Rotterdam en ik heb daar jaren rondgelopen. Ik heb nog in het vijfde met al die jeugdtrainers gespeeld. Speel je nog in het vijfde of niet? Nee. Ik dacht bij mezelf, als ik nou ook nog eens een keertje op zondagochtend, wat zo'n beetje de enige moment is dat ik wel eens vrij ben als we zaterdag gespeeld hebben, ook nog een keer in de auto stap richting Rotterdam, dan denk ik dat ik thuis iets tekort doe. Dus in die zin snap ik dat soort zaken uiteindelijk boven komen drijven. Maar ik loop ook lang genoeg mee in de sport. Dat iets is wat je weet, dat je daar af en toe mee om moet gaan. Maar ik heb er voor de rest ook geen last van. Nee. Hoe kijk je naar een club als Feyenoord in dit geval, als je het vergelijkt met AZ? Zijn er grote verschillen te benoemen? Nou ja, goed, het grootste verschil is denk ik dat in de publieke opinie
men vindt dat Feyenoord voor het kampioenschap moet spelen. Feyenoord wordt natuurlijk altijd in één adem genoemd met Ajax en PSV. Is dat realistisch? Nou goed, dat weet ik. Nogmaals, ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. En ik wil daar eigenlijk ook niks over zeggen. Maar dat, je vraagt aan mij, wat is het verschil tussen Feyenoord en AZ? Ja. Dan is in de publieke opinie, heeft Feyenoord met een ander verwachtingspatroon te maken. Zeker. Dan dat AZ dat heeft. Maar goed, dat is in de publieke opinie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij daar hier per se over dezelfde manier over denken. Ik zit hier nu 4 jaar. En daar is Feyenoord 2 keer boven ons geëindigd en 2 keer onder ons geëindigd. Net zo goed als wij uitdagingen hebben, zullen zij die ook hebben. Maar dat geldt voor alles en iedereen. Ja. Daarentegen is Feyenoord natuurlijk wel een keertje kampioen geworden. Ja. En dat is het ultieme wat je wil bereiken. En dat is hun wel gelukt in de afgelopen jaren. Als ik teruggrijp op eerdere woorden van jou in dit uur, kan je het bij Feyenoord ook als iets heel positiefs zien dat wordt gezegd. Want je zei over AZ dat er vaak wordt gezegd van die kunnen er niet bij komen. En bij Feyenoord wordt het tegenovergestelde gezegd qua verwachtingspatroon van buitenaf. Nee, je kan het inderdaad zien als een stukje wat je krijgt iedere dag. Waar je niet voor hoeft te strijden. Aan de andere kant is dat natuurlijk wel tot stand gekomen vanuit de historie. Hè? Terugkijken is prachtig. En met name als je gesport hebt, doe je dat wel een keertje op een latere leeftijd. Maar het zegt wel iets over de toekomst, maar niet alles. Toen we net hier rondliepen, triggerde me het woordje dat je zegt terugkijken. Je vertelde me dat jullie in de organisatie natuurlijk wel eens met je mensen functioneringsgesprekken hebt en dat je even terugkijkt. Maar dat je met name gaat focussen op vooruitkijken. Kan je daar iets over zeggen? Nou, toen ik... ik ben natuurlijk, wat ik al zei, speler geweest, coach geweest, technisch directeur. Waar je ook alleen maar met mensen te maken hebt die in de sport zitten. Dat leid je op een manier zoals je dat bent geleerd. Algemene kant was voor mij ook nieuw. Het eerste jaar moest ik dus functioneringsgesprekken hebben met alle managers. Nou, en dat waren formuliertjes en dan zette je kruisjes neer. Van dit is goed, dat is goed. En dat had allemaal met name te maken met terugkijken. Ja, ik moet zeggen, ik kreeg daar niet zo heel veel energie van. Ik kan me voorstellen dat mensen die tegenover mij zaten daar ook niet zo gek veel energie van kregen. Dus wij hebben nu, wij voeren gesprekken. Nou goed, coachgesprekken geeft er een naam aan. Maar met name heeft dat te maken niet zozeer met wat er in het verleden is gebeurd. Daar kijken we wel heel even naar. Maar met name van wat je nodig hebt om degene als persoon te ontwikkelen. Daarmee zijn afdeling en daarmee uiteindelijk de club. En ja, goed, dat is gewoon een manier van denken om veel meer naar voren te praten als achterom te kijken. Is dat een van de veranderingen dat je zegt van nou, dat zou bij een onderscheidende factor kunnen zijn van AZ en een andere gemiddelde eredivisieclub? Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Om te oordelen over een organisatie moet je echt in een organisatie gelopen hebben. Toen ik hier kwam, en dat vind ik sowieso verstandig voor iedereen om dat te doen als je ergens nieuw binnenkomt. In eerste instantie kijk je dan alleen maar rond. Ja. Nou, vervolgens ga je wat vragen stellen. Dan ga je wat suggesties doen en dan ga je wat vinden. Ja. De fout die heel veel mensen maken is ergens binnen te stappen en gelijk wat te vinden. Ja. Nou, dan hoop ik wel dat je gelijk het goede zegt. Want anders heb je natuurlijk al gelijk geen fit meer met de organisatie. En dan zijn mensen niet meer zo geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt. Omdat men jou misschien wel een vreemde kwiebus vindt. Dus om voor mij nu daar iets over te zeggen, vind ik gewoon heel lastig. Want dan zou ik eerst ergens heel lang rond moeten lopen. Ja. Ik kan me herinneren dat Louis van Gaal niet zo lang geleden hier de jeugdopleiding heeft doorgelicht, zoals dat in de krant stond. Hij was daar zeer positief over. Zeer onderscheidend, zeer positief, van het allerhoogste niveau. Dat moet je ongetwijfeld gestreeld hebben. Als een man als Van Gaal dat zegt. Dat is toch iemand die bepaalde status heeft in het voetbal. Ja, vooropgesteld denk ik dat het sowieso verstandig is om mensen van buitenaf te laten kijken, want er is ook iemand die een hoge functie had in het leger, heeft ook gekeken hoe hier de boel relt en zelt. Ja. Dat komt dan minder snel. Kritisch naar te laten kijken, ja. Dat heeft Louis gedaan. Ja. Die vond heel veel dingen goed, inderdaad. En heeft ook een aantal dingen tegen ons gezegd waar wellicht nog rek in zit om te verbeteren. Louis is natuurlijk niet voor niks uitgekozen om daarnaar te kijken. Maar dat geldt voor andere personen ook, die we hier af en toe uitnodigen, om gewoon eens met een hele kritische blik. Want het gevaar zit hem altijd in dat je een soort van bubbel van gelijkgestemden creëert in organisaties die het vooral heel erg met elkaar eens zijn heel de dag. Ja, dat is ook een gevaar. Je moet voor jezelf ook een situatie creëren waar je andere mensen de gelegenheid geeft om heel kritisch naar jouw organisatie te kijken.
En ik zeg altijd, het verschil tussen kritiek en feedback is gewoon hoe je het opneemt. Ja. Niet meer dan dat. Zeker. En wij zien hier alles als feedback en niet zozeer als kritiek. En ik denk dat dat belangrijk is om ook die mindset te hebben om als organisatie te kunnen groeien. Ja, mooi. Die mindset, we hadden het al eerder over in dit programma, in dit uur, over de mindset in Amerika. De verschillen in mentale beleving, de mentale mindset, de grow mindset in Amerika. Het is onvergelijkbaar, zei je eerder al. Ik zie dat in het waterpolo ook. Als je het nationaal team van Amerika ziet en in Nederland ziet, dan is dat een hele andere manier van denken, doen, handelen, de juiste keuzes maken. Ga jij nog wel eens naar Amerika toe om daar informatie, vernieuwing, andere dingen op te halen wat je misschien weer kan implementeren hier in Alkmaar? Ja, zeker. Ja, alhoewel ik natuurlijk de wereld van Amerika ken, omdat ik er 10 jaar heb rondgelopen. Dus het is voor mij ook niet zo van, oh, dat wist ik niet, of zit dat zo in elkaar. Tegelijkertijd, toen ik in Amerika zat, wist ik natuurlijk precies hoe de Nederlandse cultuur in elkaar steekt. Dus je kan ook niet alles zomaar één op één vertalen naar in dit geval AZ of vanuit het Nederlands voetbal. Ik heb laatst wel 2 jongens meegenomen van de club, 1 van marketing en 1 van commercie, naar de Yankees, omdat we toevallig toch die kant op moesten. Ja. Om gewoon ook hun eens daar te laten praten. Met mensen op hun vakgebied en hoe die zaken oppakken en of daar nog ideeën lagen waar zij iets mee kunnen. En dat is wel het voordeel wat wij denk ik hebben, en dat zou je ongetwijfeld ook hebben, dat je het netwerk hebt om met hele goede mensen te kunnen sparren. Ja. En dat geeft zoveel inspiratie vaker. Ja, dat is geweldig. En ik moet ook wel zeggen, af en toe moet ik er ook wel even heel even naartoe. Om ook jezelf weer een beetje te kietelen. Ja, maar ook gewoon om een beetje goed gevoel te hebben. Ik beweeg me in Amerika net zo makkelijk als in Nederland. En ik vind het gewoon leuk om daar af en toe te zijn, tv aan te zetten en gelijk sport te kunnen kijken. Alles gaat daar in het hoogste tempo. Zeker als je in New York bent. Ik bedoel, een taxi daar zien te krijgen is al een gevecht. En dat is denk ik wel wat je in Amerika leert. Je leert in Amerika vechten. Ja, ja, en hier wordt dat maar uitgesteld. Alles wordt maar geregeld voor je. En nog een keer geregeld en nog een keer geregeld. En uiteindelijk, als je op dat veld komt te staan in het grootste stadion, ja, dan moet je ook wel weten wat het is om te moeten vechten op zijn tijd. Het lijkt me een prachtig einde van dit prachtige interview, Dennis. Vechten en al die andere verborgen boodschappen, direct en indirect, die we besproken hebben, kunnen we meenemen in dit uur. En ik hoop dat de luisteraar dat waardeert en misschien dusdanig waardeert dat ze dadelijk Rijnmond plat bellen en zeggen, joh, we moeten elke week dit soort programma's op de radio hebben. Nou, we gaan in ieder geval het komende uur gaan we er op door. Hè? Want als één iemand ook die mentaliteit heeft, die vechtersmentaliteit, dan is het Henk Vrezen. Straks na 4 kan er wel iets over zeggen, denk ik. Gaan we de diepte in met de trainer van Sparta. Tot zo.